Welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 84. En we gaan beginnen, we hebben er zin in. Nou, het lijkt zo. Actie. Portemonneetje. 10 euro. 10 euro gaat hier in het portemonneetje. Ik zal even aan de camera laten zien, dat iedereen het kan zien. 10 euro. Ik spreek even mee. Als je schudt, kijk eens, ik weet niet of je de boven goed kunt zien. Geen idee, het ziet heel zwart uit, maar vooral met de naamwerking wel. Het is een muntgeld. Dit is een Quiver. Dit is Quiver. Postmeneertje is verder ook leeg. Toeschouwer mag hem ook openmaken. En Quiver kost 49 euro. Superleuke truc. Dat is een truc die elke keer gewoon... 5 euro kost dus zoiets. Het gaat wel achteruit nu, van 10 euro naar 5 euro. Ja, dat maakt niet uit. Maar je kunt er van alles mee doen in ieder geval. Ja, het is mooi gemaakt. De eerste partij was binnen een paar dagen weg. En we hebben gisteren weer een flinke hoeveelheid nieuwe gekregen. Probeer het ook op peil te houden, maar zelfs onze leverancier heeft ze niet continu. Omdat ze ook de vraag gewoon groot is naar dit product. Ja, het is inderdaad wat jij zegt, een moderne change bag eigenlijk. Ja. Voor munten. Je kan in principe ook leeg laten zien of munten eruit halen. Mm-hmm. Muntenroutine doen en op het laatst verdwijnt je munt of je munt. En dan kunnen ze daar weer terug inzetten. Toeschouwer kan openen en ze de munten weer terug vinden. Je kan hem gebruiken voor kaart en doosje. Ja, kaart en box inderdaad. Dat is een opgevouwen kaart. Is eerst leeg, dan zit er een opgevouwen kaart in. En dat blijkt een gesigneerde kaart te zijn die al de hele tijd... Het ding heeft weer leeg en dan blijkt de hele tijd al een opgevouwen gesigneerde kaart in te zitten. Zo zeg ik het juist. Je kunt ook een monter ermee doen als je 3 portemonneetjes hebt. Je laat 2 portemonneetjes leeg zien, eentje laat je 50 euro zien of 20, 10. Hussel. Waar zit hij? Nou, ik zou wel zeggen, je moet het wel goed doen, want anders kost het je veel geld. Ja, precies. Maar je hebt daarmee een super routine eigenlijk. Ja. En qua moeilijkheid, helemaal niet moeilijk. Nee. Ik heb nou de visuele manier laten zien, maar je kunt ook een portemonneetje weglagen en dan iemand open laten maken. Ja, de visuele manier is cool, maar dat is natuurlijk wel verdacht. Ik denk dat je dat even zien. Oké, verkopen is cool, dat zien de mogelijkheden, maar in principe op het moment dat het leeg is, dan zit er na iets in. Hebben mensen misschien gemist dat jij dat erin hebt gestopt. Mm. Terwijl als je het echt verandert, wat heel mooi is, kun je dat niet gedaan hebben stiekem, want mensen zien wat jij doet. Dat is mijn filosofie. Quiver komt met een online instructievideo en kost 49 euro. Niet veel. Ja, mooi gemaakt. Mooi portemonneetje. Ik had er zelf in, dus ik ben er super blij mee. Hey, even tussendoor, ik ben zaterdag met wat vrienden naar Rob en de Miel geweest, een nieuwe show. Echt super. Als je die nog niet gezien hebt, en hij toert nog een tijdje, volgens mij tot april dacht ik. Oh, dat is niet lang. Of nog heel, check even de datums op Rob en de Miel.nl. Hele leuke shows. Zijn we natuurlijk gewend van hun, maar deze vond ik totaal anders als de andere. Echt ook weer lachen. Je moet hem zien als je een avondje entertainment wil lachen, verbluffen wil worden, verbaasd wil worden. Check even de site robandemiel.nl. Ik heb hier een stuk touw. Check even. Ja. Even kijken, wat liggen hier zoveel spullen klaar? Dat is natuurlijk niet heel handig op deze manier. Oké, ik ga vragen, pak even schaar. Zou jij de touw even willen doorknippen? Oh. Dat gaat natuurlijk niet echt werken zo. Oké. Niet erg. Deze heeft wel bladen. Oké. Okay. Sorry. Ik zal even checken dat het goed vast zit. Ja, dit is echt goed vast. Oké. Okay. Super. Zit er een beetje vriendelijk uit. Ja, die doet het in ieder geval. Dat is een safety. Oké. Okay. Dat hij nou maar één blad heeft. Ja. Oh, die doet het. Oh, wacht even, wacht met touw. Dus echt, oké. Wat zijn dit? Dit zijn de comedy scharen, comedy scissors set. Je krijgt een echte schaar, werkend, knippend, alles erop eraan. Je krijgt een... Elkaar vallende schaar. Dus die kun je gewoon laten zien als iemand gaat knippen.
dit. Je krijgt een schaar die er ook waarschijnlijk goed uitziet, maar die maar één blad heeft. Je krijgt een schaar die er goed uitziet, maar die niet dicht kan, omdat die verkeerd om elkaar zit. En je krijgt er eentje zonder bladen. Dat voor de prijs van 35 euro. 35 euro, de hele set. Dan krijg je normaal één goede, twee, of hoeveel schaar krijg je er maar één? Vijf, of hoeveel zijn het er? Ja. Ja, dit is we noemen het even de normale set, standaardmaat. Dit zijn de grote scharen. Dat kun je ook zien. De grote scharen. En we hebben de kleine schaartjes ook nog. Dus op de site zal het er zijn als normaal, groot, klein. Kost allemaal 35 euro. Kleuren kun je niet kiezen. Je mag best zeggen, hebben jullie toevallig groen? Dan stuur je groen. Maar we weten nooit wat we krijgen. We hebben een mix van alles en nog wat. Mm-hmm. 35 euro per set. Nou, uitleg... zit er niet bij. Tenminste, ik kan er iets bij maken qua uitleg, maar ik zou niet weten waarom, want echt iets uitleggen valt er niet mee te doen. Maar misschien hebben we nog een simpel videootje maken om hoe je de scharen het beste kunt vasthouden. Er zijn dus comedy scharen. Je hoeft ze niet allemaal in één voorstelling te gebruiken zoals ik nu deed. Je kan ook, stel je doet tablehopping en je hebt doet iets met touwen, kun je alle schaartjes in je zak stoppen en je pakt bij elke tafel een andere schaar. Dat is leuk, er gebeurt er overal iets anders. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Exclusief bij Dino Magic Shop. 35 euro voor de hele set. Ja, ik vind het echt tof. Ik ook. Ik vind het echt tof. Ik pak er nog eentje, mag dat? Pak jij tuurlijk. Okay. Je pakt een lampje uit de lucht. Zie je het lampje, pak je van je andere hand. Kan ook. Of hier in deze hand weer terug. Deze, of je gooit hem van de ene naar de andere. Nou, we kennen al heel lang de D-lights. Nou, dit zijn de D-light dazzles. Dazzle wil zeggen, ik zal het zien. Dazzle. Duizelig een beetje. Knipperend eigenlijk. Zijn de nieuwe varianten van de D-lights. We hebben bijvoorbeeld ook blauw. Zie je? Blauwe D-light. Je kan hem ook wit maken, dat op. Doe je dit, dan wordt hij wit. Zie je? Kan ook. Maar dat zijn de wetten. Dan doe je dit. En dan zie je mij. Oké, je kan dus echt overal... allerlei dingen mee doen. Dus we hebben dazzles in drie kleuren. In de kleur blauw. In de kleur rood en in de kleur wit. Dazzles kosten per twee stuks. Ik ga het even netjes op. Per twee stuks. Dus je kan dan... ik laat het even zien. Even kijken. Hij doet iets stiekems. Ja, hij doet iets stiekems. Maar twee dazzles, of twee D-lights kun je dus dingen overpakken. Van de ene naar de andere hand. Hoe je dat ook wil. Of je kan dit soort dingen. Met één ben je gebonden aan één lampje. Kun je niet in je andere hand overpakken. Ja, je kan hem wel zogenaamd overpakken, maar je kan niet van hand naar hand of van persoon naar persoon gaan. Ik vind het ook wel mooi als je dan zo die... Ja, dat instelijk, dat soort gekke dingen. Dat kan er allemaal mee. Dazzles zijn enkel verkrijgbaar in de normale maat. Dat wil zeggen, we hebben van sommige lampjes de normale versies D-Lights Junior. Dat hebben we in blauw en rood. Dat wil zeggen, dat zijn de kindermaat, tienermaat, zeg maar, damesmaat vaak ook. Dat hebben we ook in allerlei kleuren. Volgens mij hebben we thuis van 12 soorten D-lights. Check even accessoires, D-lights, lampjes. Of bij toneeltrucs heb je ook een categorie lampjes. Daar vind je alles wat hiermee te maken heeft. Erg leuk. Ja. Het koopt nog steeds goed en het zijn nog steeds de beste versies op de markt. Let niet op allemaal die Chinese rommel, kopieën uit Amerika. Dit zijn nog altijd de beste, als je mij vraagt. Oké, D-Light Dazzle, 25 euro per set. Pyroplastic. Pyroplastic. Ja, wat is dit? Flespapier, maar dan? Plastic. Plastic. Brandt het goed? Ja. Is het mooi? Ja. Zou ik het zelf gebruiken? Nee. Sorry, ik ben eerlijk. Waarom niet? Waarom wel? Het is ik vind het prijzig. Nou kun je zeggen, ja, dan maak je het goedkoper. Ja, dat zou kunnen, maar het is gewoon duur. Ook voor ons, zeg maar, is het een duur spul. Je hebt de varianten Sparkle, dus met vonken. Je hebt de Ember. Ember zijn wat grote vlammetjes die opbranden. Je hebt de Clear, die is gewoon een flits. En je hebt de Green Flame, de groene vlam. Het is heel mooi. Maar ik vind persoonlijk de informatievoorziening niet al de wauw. Dat wil zeggen, ze praten continu over een mooi cellofaan. Kun je om je doosje zitten, kun je eraf halen en dan kun je dat gebruiken. Nou, bij de clear versie vind ik dat absoluut ook het geval. Die zijn ook echt
clear, zoals je kunt zien. Zie je, dat kun je echt, dat zit in een zakje, ik zal het even eentje uithalen. Ik wil het zeggen, dat is niet het zakje. Nee, kijk, dat zijn deze wel. Dus je kunt echt wel om elkaar spel doen, een stukje, of een afscheuren zogenaamd. Dat lijkt echt wel op cellofaan. Maar stel dat jij de sparkle versie bijvoorbeeld zou pakken. Als je die openmaakt, dan vind ik dat al verre van gewoon cellofaan. Tenminste, ik vind dat niet meer lijken op cellofaan om een kaartendoosje, hè, als je mij vraagt. Of was het toch, heb ik daar de foto voor? Kan ook hoor. Deze is nog redelijk transparant, maar er was er eentje. Dus is dat deze? Ja. Ik weet het niet, maar het lijkt me niet echt op cellofaan. Er is wel plastic, natuurlijk wel brand. Laten we deze ook meteen even zien, hebben ze allemaal. Ja. Maar ik zou zeggen, kijk, natuurlijk willen wij producten goed verkopen. Ik zeg niet dat het geen goed product is, maar als je transparante cellofaanfolie wil die brandt, dan blijft de clear of de sparkle versie eigenlijk over. Want de andere zijn een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, donkerder van kleur. En dat is de Green Flame die je nou hebt, ja. Mm-hmm. Ja, zie je, die is ook meer. Ik bedoel, we verkopen flashpapier, we verkopen ook vonkenpapier, sparkle pads, zeg maar. Nee, er zit wel verschil in, ja. Ja. Ja, we gaan hem niet verbranden nu, toevallig zonder een heel incompleet pakje. Prijs voor deze dingen, ja, die is ook wel oké, die inderdaad. Goed, die is oké. Prijs €19,50 voor 4 vellen. 95. Dat geldt, ja, 95 voor de Amber, voor de Green Flame en voor de Sparkle. De clear versie, de echte transparante versie, heeft 2 vellen voor €19,50. Dus je hebt, oh, het is prijzig materiaal, laat ik dat erbij zeggen. Vind ik, hè? Maar goed, het Pyrus materiaal is voor het algemeen wel wat duurder. Maar het is, ja, het is niet goedkoop. Maar als je een mooi effect wil en dat we over hebt, is dat een aanrader. Cargo plastic komt met de video instructie. En elke soort nogmaals, elk pakje €19,95. Dan hebben we nog iets, ja, klopt. Dat is ook een coole set. Mooie goocheldoos. Ja, een luxe goocheldoos van niemand minder dan Joshua J. Ik ben zelf persoonlijk wel fan van Joshua J. ik doe dat zelf als ik. Wat krijg je daar allemaal bij? Je krijgt erbij een setje ringen. Je krijgt erbij een Svengali-dek. Een Svengali-dek, inderdaad. En een Invisible-dek. Invisible-dek. Dit weet ik niet wat het is. Ik ook niet. Ik weet niet waarom dat erin zit. Dus ik moet wel verloren zijn, denk ik. En er zit nog een heel, heel mooi... Pendelbangbiljet. Ook. En een heel mooi boek. Ja, boek verkopen wij ook los. Volgens mij €30. Er zit ook een DVD bij. The Complete Course in Magic. Met DVD. Daar houdt in dat heel veel van de trucs die uitgelegd staan in het boek ook nog een keer worden uitgelegd op de DVD. Dat kun je hier eigenlijk zien. Zie je de trucs in het boek zoekt, dan kun je ook zien waar ze op de DVD nog staan. Dus heel veel van de handelingen, van de kaarthandelingen, worden dadelijk uitgelegd en van de andere trucs ook. Ja, Joshua J. is gewoon een hele goede leraar. Ja. Vind ik echt. En dat vinden veel mensen met mij. Dus ik was straks snel aan het rekenen even. Boek €30, setje ringen. Dat is al gauw €15, hou ik goed nog laag aan. Zit je op 55. Pendelbangbiljet zit je rond een tientje, 65. Svengali deck, Invisible deck zit je op 85. Dit rare ding, nou laat het €5 voor rekenen. Dus je hebt €90. Een mooie doos erbij. €95. Nou, deze complete set kost €47,50. Dat is de helft eigenlijk bijna van wat je normaal zou betalen. Dus ik vind het dik zijn geld waard. In het Engels, boek en DVD. Dus als je iemand een goocheldoos wil geven waarvan ze weet, je weet dat hij eigenlijk wel iets gaat doen, maar eigenlijk alles bruikbaar van is, want dat is altijd de vraag bij een goocheldoos. Ik vind dit een heel mooie. Ja. Toch? Absoluut een aanrader. The Complete Magician's Kit. Ja, mooi hoor. Heb jij nog iets liggen? Nee. Nee. Oh. Heb jij nog iets liggen? Nee. Ja, ik heb hier een kubus. En ik heb nog een... Tadadadan! Kleine kubus. Haha. Nou is het leuke. Jij mag die kleine kubus zoveel door elkaar draaien als jij zelf wil. Ik weet niet hoe lang we niet oplossen, dat is niet de bedoeling. Dat kun je ook niet, dat weet ik. Maar gewoon echt draaien.
Doe ik even zonder te kijken draaien nog, dat mensen niet denken dat we nu dat je patroon draait waar je hebt afgesproken. Links, rechts, boven, rechts. Ja. Tevreden? Oké. Okay. Ja. Als je vergelijkt namelijk met deze, ik zou hem langzet, zie je dat het uiteraard niet hetzelfde is, want jij hebt dit gedraaid en dit heb ik van tevoren al, al zo gedraaid. Wat we wel kunnen doen is kijken of er toevallig iets klopt. Ik zie toevallig als ik dit zo zie, ik doe het even voor de camera boven, zie je? Lijkt dit wel heel erg te matchen, zie ik ook het ook zie. Maar het grappige is ook dat dit ook volledig matchen. En dit ook, zie je. En dit ook. En dit ook. En dit ook is. Eigenlijk matcht alles. Dat is eigenlijk het idee. Het is wel raar. Mooi hè? Dit is een van de routines van Rubik's Dream. Kun je kubus oplossen? Kan. Ja, oké, okay, ik ook. Normaal niet, maar tadaa, opgelost. Dat was een eigen dingetje. Dit is Rubik's Dream van Henry Harrius. Ja, nou dit is een routine. Een van de routines van Rubik's Dream. Want, moeten wij vertellen wat er allemaal bij zit? Eigenlijk kunnen we het wel vertellen, niet? We kunnen het vertellen. Staat op de site ook bij in de beschrijving. We gaan het niet laten zien. Je moet het prepareren. Eenmalig, zeg ik er even bij. We hebben dat met de kleine kubus al gedaan. Je krijgt twee grote kubussen, een kleine kubus, een kleine shell en een grote shell. En die mag je zelf bestickeren. Alles zit erbij ervoor. Maar dan moet je even bestickeren naar je eigen routines die je gaat doen. Mm-hmm. Nou, ik heb hem nu gemaakt. Hier zie je, hier kijk ik nu tegen het geheim aan. Voor deze routine, zoals ik een kubus kan draaien. Ik ben absoluut geen kubus wonder, Leon wel. Maar je kan nog veel meer coole dingen. Je laat publieke kubus op elkaar draaien, een papieren zak staan, stopt hem erin, gooit hem om en zegt tadaa, kijk, en is opgelost. Dan zeggen de mensen, hallo, je hebt twee kubus in de zak. En dan ga je in de zak zeggen, ja inderdaad, sorry. En dan gooi je die achter je rug of je stopt hem terug in de zak en als je hem uithaalt, is hij echt opgelost. Je kan publieke kubus door elkaar laten draaien en die matcht exact met jouw voorspelling. Je kan heel veel, check het filmpje even, er kan echt heel veel mee. Voor de prijs van €165. Zeg je, wat, hoeveel? Ja, €165. Maar het is dik en dubbel waard. We verkopen ook Rubicon. Komt een later update nog een keer. Dus even uitgekocht. €350. Een stukje duurder nog. Ook heel goed gemaakt. Maar dan vind ik qua prijsverhouding dit. En hier kun je meer dingen mee. Ja, dat is het. Hier kun je veel meer. Rubicon kun je eigenlijk één routine mee. Hier kun je allerlei dingen mee. Dus ik vind dit een heel tof ding. We hadden nog niet alles geprepareerd. Dus zouden we meer kunnen laten zien. Maar... ja, ik vind dit persoonlijk wel een hele leuke. Ik deed toevallig voor mijn kinderen en die zeiden, hè? Maar hoe dan? Hoe kan dat nou? Ik heb toch zelf gedraaid aan die kleine kubus. Ja, dat klopt. Dus ik krijg je helemaal compleet Rubik's Dream, €165. En even voor de duidelijkheid, dat is volgens mij helemaal niet moeilijk. Moet je kubus kunnen oplossen? Nee, maar ik kan geen kubus oplossen. Dus jij wel, dat weet ik. Maar ik kan geen kubus oplossen, dus het is ook echt niet moeilijk. Dan zou ik het... Maar bedoel, iemand die geen kubus kan oplossen, die kan dit doen? Ja, die kan dit doen. Alleen die heeft wel een probleem als, als je het echt verknalt. Want dan heeft hij natuurlijk geen kubus meer die opgelost is. Dan moet je hem echt uit elkaar halen. Ze hadden trouwens allemaal speedcubes erbij zitten. Behalve het kleintje niet. Het zijn allemaal goede kubus. Ik heb hier een bout. Mm-hmm. Ja? Oké, boer. Je kan de moer op de bout draaien op deze manier, zo. Dat is leuk als we dat doen op deze manier. Zo, een stukje. Gaat om het idee? Kijk. Microbe Psyche kennen we. We kennen de Amazing Bolt en Nut Miracle. Dat zijn allemaal systemen waarbij je een moer kunt laten losdraaien van een bout. Vaak door een, nou ja, we moeten wel klappen, een elektronisch systeem. En vaak ook nog wat lawaai maakt, toch? Mm-hmm. Ja. Nou, dit is gemaakt van een echte bouten moer, laat ik er even bij zeggen. En het gaat als je concentreert, zie je gaat die moer heel langzaam, ik zal er iets bij pakken, om eronder te leggen, zeg maar. Het is ook terwijl dat je niet concentreert, draait hij eraf, zie je? Draait hij heel langzaam. Maar dit vind ik ook veel mooier, die andere versies die hebben, vind ik persoonlijk iets net te snel gaan. Daarom, kijk, in principe moet je iets magisch van maken.
Draait er heel langzaam, draait hij het er helemaal af. Zeg maar, heb je controle erover? Ja, als je wil dat hij stopt, kan ook. Laat je hem stoppen, zie. Kan ook. Als je wil dat hij doorgaat, kan ook. Draait hij door. Draait hij verder, zou ik zeggen. Zo. Mag alles checken, de bouwt. Dat moet trouwens ook, sorry. Geen probleem. En als jij je gaat concentreren, normaal gezien, zal dat niet lukken. Nou, dit is pure energy. Zag er wel goed uit. Zeg even wat je deed, voordat de mensen denken, hé, dit draait met mijn duim. Ja, zag er wel goed uit trouwens. Dat was niet de truc. Maar het, mensen moeten helemaal checken, het is echt gewoon massief. Pure Energy is gemaakt voor ons de Albert Bos, exclusief bij Dynamo Magic Shop. Heel goed gemaakt. En je hoort ook geen geluid. Voor de andere delen, bij de andere hoor je dat. Ik zeg niet dat het slecht is, maar dit is spookachtig. Kijk, we lieten het helemaal afdraaien omdat het iemand defect is. Mm-hmm. Als je het in de juiste omgeving doet, stel voor je doet met een of andere geest oproep. Seance, juist, dat was woord wat ik zocht. En de seance geest oproepen, weet je wel, dat er iets gebeurt, dat dingen losdraaien, dat je hulp krijgt van bovenaf, dat je met echt mentalisme doet, is dat heel erg mooi. Ja, super gaaf ding. Je krijgt het compleet met een PDF-instructie in het Nederlands en in het Engels. Uiteraard met garantie. Al moet ik zeggen, we hebben er heel veel mee gespeeld. We hebben de Blackpool, heb ik het heel veel gedaan. En zonder enig probleem. Super gemakkelijk, er zitten geen drukknopjes op, geen schakelaars op. Geen trillsystemen erin dus. Hoe zit het met opladen en zo'n dingetjes? Of? Je hoeft niks op te laden. Het is wel, zeker bij elektronica, maar ook geen afstandsbediening of zo erbij. Maar hetgeen wat je nodig hebt om te laten werken. Laat ik zo zeggen. Ik heb één keer iets vervangen. En dan hebben we het over een batterij wel. Dat zal ik erbij zeggen. En dat was omdat ik hem per ongeluk had aan laten staan. Okay. Dus we hebben hem al maanden. Ik heb heel veel gedaan. Dat verbruikt amper. Maar je krijgt ook een hele lading bij. Dus wat dat betreft kun je jaren vooruit. Want je hoeft niet eruit te halen als je die gebruikt. Wel als je het een half jaar niet gebruikt, maar in principe, als je het een week niet gebruikt, hoef je niet de batterijen eruit te halen. Maar ik vind het heel goed gemaakt. Het is gewoon, dit zou je in de bouwmarkt kunnen kopen. Dit zou je zelf... Ja, ik vind het een mooiste die er is. Dat is het. Kijk, wie gebruikt er een koperen schroefje? Dat bedoel ik. Boutje moertje. Daarom vind ik dit ding. We hebben een speciale introductieprijs. Tot 31 maart betaal je maar 199 euro voor deze truc. Daarna 225 euro. Het is niet goedkoop, maar let op. Het is niet omdat we denken dat is de truc waar, dus we maken hem duur. Nee, dit is handwerk wat we hier zien. En het is veel werk om te maken. En daar betaal je voor. Je hebt dus wel een exclusief product. Ik vind hem echt mooi. Ja, ik vind het ook heel gaaf. Ik denk dat het de mooiste is, Bout & Boer, die ik gezien heb. Ja, denk ook wel. Want we waren, Blackpool was de bedenker van Michael Psychic. De meneer van Kruismagic. Mm-hmm. En die zegt, wat zit daar voor een ongelooflijk systeem in dat dit kan werken zonder... Dat het trilt en zonder dat het geluid maakt. Zegt, er moet toch wel heel veel werk zijn. Ik zeg, precies dat is het. En hij wenst ons ook veel succes, in de positieve zin, met de verkoop hiervan. Dus dat is de Pure Energy. En volgens mij, jij hebt niks meer liggen. Nee. We hebben op 4 april hebben wij een lezing. 'S Avonds van Jason Ladagne. Om 8 uur. Heb je interesse in kaartgoochelen? Zorg dat je hier bent, 8 uur, voor 8 uur. Reserveer een kaartje online, dan weten we wie er komt. Mag ook nog, beter eigenlijk zelfs. Bij Gregory Wilson vorige week hadden we 60 mensen. Heel veel. En we hoorden dat in rijen zelfs, de dag erna waren 80 mensen. Dus echt heel veel voor een lezing. Maar goed, bij bepaalde mensen verwachten we dat ook. Nou ja, weten we ook dat er waarschijnlijk heel veel mensen gaan komen. Wil jij erbij zijn? Ik verwacht dat bij Jesse en LaDagne rustiger wordt. Dat verwacht ik. Waarom? Gewoon omdat ik dat verwacht. Dus dat wordt waarschijnlijk een exclusieve lezing als je erbij bent, dat je bijna vooraan kan zitten en met hem exclusief kan goochelen, zeg maar. Het is meer een soort persoonlijke workshop. Even kijken, ik check het lijstje even. Maar we hebben alles gehad. Oh, we hebben nog een lezing, toch? Hebben wij gewoon even geen kaart terug gehad vandaag? We hebben geen kaart terug gehad, nee. Shh, niet te geloven. Oké. Dat komt niet vaak voor. Oké, we hebben nog meer lezingen. We hebben Richard Rotta in juni. We hebben Woody Aragon, 5 mei. Die hebben we ook nog. Daar hebben we het de volgende keer even over. Yes? Ik zeg volgende week fijne paasdagen. Denk ik aan. En tot de volgende keer.
Doei. Doei.